Zijn jullie er al? Goedemorgen, welkom bij Schooltelevisie. Ja, ik was jullie bijna vergeten. Ik zat namelijk in dit boek te lezen. En dit boek is zo spannend. Oh, ja, natuurlijk. Wat voor dag is het vandaag? Hoe laat is het? Waar gaan we naar kijken? Natuurlijk, naar Koekeloeren. En waar zal Koekeloeren over gaan in de kinderboekenweek? Over boeken. Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij even naar mij. Dan koekeloeren we. Koekeloeren we. Dan koekeloeren we allebei. Zo wat spannend. Stil nou, ik lees. Ja, ik ook. Maar doe het dan stil. Maar mijn boek is net zo leuk. Ja, het mijne ook. Als iemand leest, moet je niks zeggen. Oké. Zo. Uit. Jammer hoor. Het was een hartstikke spannend boek. Ja. Ik wil nog wel wat lezen. Maar Pietje heeft het andere boek. Ben je al klaar, Pietje? Wat nu, niks te lezen. Wacht eens. Ja, nee, ik heb een idee. Ja, een hartstikke goed idee. Ja, ja. Even kijken. Ja, nee, ja. Oh, wat heb ik toch een goed plannetje. Zo. Nou, ik heb hem ook uit, hoor. Pom, 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 pom. Was de jouwe net zo leuk als de mijne? Oh, en dan hier nog zo, ja. Ik ben klaar met lezen. Zo. Je mag weer tegen me praten. Kijk. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Zie je dat dan niet? Ja, je bent aan het tekenen. Wel, nee, Suffie. Ik ben een boek aan het maken, ja. Oh, maar het lijkt helemaal niet op een boek. Het lijkt erg op een tekening. Ja, maar Pietje, in boeken staan toch tekeningen? Oh, ik denk toch dat een tekening iets anders is dan een boek. En een boek iets anders is dan een tekening. Oh ja? Mm-hmm. Oh. Oh, hoe moet dat dan? Dan gaan we toch even kijken wat het verschil is tussen een boek en een tekening. Ja, dat is goed, maar waar zullen we dan naartoe gaan? Naar een plek waar ze heel, heel veel boeken hebben. We gaan naar de bibliotheek. De bibliotheek? Hm? Wat is dat? Dat zul je wel zien. Oh, nou, leuk. Koekeloeren. Oei, wat een hoop boeken. Ja, nou weet je gelijk wat de bibliotheek is. In de bibliotheek sparen ze boeken. Oh, hey Pietje. Denk je dat ik zomaar aan zo'n boek mag zitten? Vast wel. Alle kinderen zitten hier aan de boeken. Ja. Hé, hey, een mol en een wurmpje. Er zijn hier normaal alleen boekenwurmen. Als jullie willen gaan zitten lezen, kan je ook in de leeshoek. Nee, jammer. Ja, ik wou... we wouden... Pietje en ik wilden... Je wilde een boek lenen. Lenen? Mag dat dan? Is de bibliotheek juist voor? Je neemt een boek mee en dan lees je het thuis. En als je het uitgelezen hebt, dan breng je het weer terug. Oh ja, als je iets leent, moet je het weer teruggeven. Ja, want anders is het afpakken. Ja, precies. En zijn jullie al lid van de bibliotheek? Lid? Nou, ja. Nee, jawel, of eigenlijk niet. Ik geloof niet dat jullie precies weten hoe het werkt in een bibliotheek, hè? Nee. Zal ik jullie dat eens even uitleggen? Ja. Nou, kom maar mee dan. Kijk, als jullie hier voor het eerst zijn, dan maken we een kaartje en dan schrijven we op waar je woont en wie je bent. En dan weten we dat jullie lid zijn van de bibliotheek. Oh ja, en dan
En dan... Dan mag je een boek gaan uitzoeken. Oh ja. En dan... dan neem je het boek mee naar huis. Ja, precies. Ja. En dan ga ik lezen. En als je het dan uit hebt gelezen, dan breng je het weer terug. Ja, want het was geleend. Heel goed, dat heb je goed onthouden. Willen jullie soms lid worden van de bibliotheek? Ja, alstublieft. Nou, dan ga ik een kaartje voor jullie maken. Hoe heten jullie ook alweer? Moffel. Piertje. Moffel en Piertje. En waar wonen jullie ook alweer? In ons hol. Het hol. En nu? Dan zijn jullie nu lid van de bibliotheek. Hier is je kaartje. Wat echt! En zullen we dan nu boeken voor jullie uit gaan zoeken? Nou, ja, weet u, ik heb thuis al een boek van mezelf. Het is alleen nog niet af, dus kan ik het nog niet lezen. En toen dacht Piertje, in de bibliotheek kun je vast wel zien hoe je een boek moet maken. Ja, boeken maken, dat doen we hier in de bibliotheek niet. Een boek komt hier altijd pas als het helemaal af is. Maar misschien kan je eens bij iemand gaan kijken die voor zijn beroep boeken maakt. Wie? Bijvoorbeeld een tekenaar, die kan je vast alles vertellen wat je weten wil. Wow. Ja. Ja, nou dat gaan we doen. Ja. En komen jullie nog eens terug om een boek te lenen dan? Nou, ja, graag. Gezellig. Ja. Oké, okay. Ja. Daar. Kom op, Pietje. Dag, meneer. Dag. Ik zit lekker in een hoek, met een spannend prentenboek. Niemand die me hoort, niemand die me ziet, want ik ben er niet, ik ben er niet. Ben er niet. Waar ben ik dan? Zoek me maar bij de reuzen, de kabouters en de tovenaar. Niemand die me hoort, niemand die me ziet, want ik ben er niet, ik ben er niet, ben er niet. Ik vond het wel leuk in de bibliotheek. Ja, ik ook. En gaan we nu, Ja, naar een tekenaar. Ja, dat gingen we doen. Kijken hoe een tekenaar een boek maakt. Hey, Moffel. Moffel, wil een tekenaar wel bezoek hebben van een Moffel en een Piertje? Ja, ja. Want een tekenaar heeft het natuurlijk heel druk. Ja. Die heeft geen tijd voor Moffels en Piertjes. Nee, want die moet boeken voor ons tekenen. Ja. En als wij dan zomaar op visite komen, maakt hij misschien wel een fout in de tekening. Ja, en dan wordt het een heel verkeerd boek. Ja. Nee, we gaan niet bij een tekenaar koekeloeren. Jammer, jammer. Maar niks erg. Een verkeerd boek is veel erger. Ja. Ja. Ja, dat is zielig voor alle kinderen die het boek willen lezen. Hé, ja, nee. Ik weet wat. Ik weet wat we gaan doen. Wat ja. dan? Nou, we gaan wel koekeloeren. Dat gingen we toch niet doen? Nee, maar we doen net of we er niet zijn. Ja. Oh, ja. We gaan stiekem koekeloeren. Ja, ja. We zorgen dat de tekenaar ons niet ziet. Ja, dan komen er ook geen fouten in het boek. Goed bedacht, hè? Ja, hartstikke goed. Koekeloeren zonder dat iemand ons ziet. Knap bedacht, Moffel. Ja. Kom op, we gaan. Hey, ik eerst. Oké. Jolet Leenhouts maakt tekeningen voor kinderboeken. Ze is bezig met een tekening voor een liedjesboek. Eerst heeft ze bedacht wat ze gaat maken. En nu is ze met potlood aan het tekenen. Als de tekening af is, gaat ze hem overtrekken met een zwarte pen. Kun je al zien wat het wordt? Met een penseel en veel verschillende kleuren verf kleurt ze de blaadjes.
Zo ziet de tekening eruit in het liedjesboek. Het is wel een mooie tekening. Ja, maar het is geen boek. Een boek tekenen is wel erg moeilijk, hoor. Ik denk niet dat jouw tekening een boek gaat worden. Nee, ik weet ook niet zo goed hoe mijn tekening nou verder moet. Nou, dan wordt jouw tekening toch geen boek. Nee. Zullen we weer verder gaan lezen? Ja, ik heb mijn boek uit. Oh ja. Ik ook. Ja, dus hebben we helemaal niks te lezen. Nou, wat saai. Ja. Hé, hey, maar Piertje, weet je wat we wel kunnen gaan doen? Nee. Naar de bibliotheek. Om een boek te lenen. Ja, wat slim van je, Moffel. Tuurlijk, we kunnen naar de bibliotheek om een boek te lenen. Maar welk boek? Oh. Ze hadden er zoveel. Dat geeft niks. We vragen aan de bibliotheekmeneer of hij ons helpt. Dat had hij zelf beloofd dat hij ons wilde helpen. Wow, geweldig. Wat ben jij een slimme moffel, Moffel. We gaan lekker een boek lenen in de bibliotheek. En als we het uit hebben, brengen we het terug. En dan lenen we een nieuwe en dan nog één en nog één. Ja, zo kunnen we heel veel boeken lezen. Nou, kom op, we gaan hoor. En koekeloeren jullie weer de volgende keer. Koekeloeren? Hey, vandaag was het boekeloeren. Ja. Boekeloeren, dat is een goeie. Nou, nog een keertje over dan. Oh ja, boekeloeren jullie weer de volgende keer. Kom op. Ik eerst. Pom, pom, pom. Voorleesverhaal, de liedjes, een kopieerbaar werkblad en een ouderpagina. Dat alles vindt u in deze handleiding. Bel voor meer informatie tijdens kantooruren 035 6 23 62 60. Moffel en Piertje gaan even met herfstvakantie, maar over 3 weken zijn ze er weer.